ABAP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft de samenleving afgelopen zaterdag tijdens een massameeting in het AK-stadion opgeroepen om hem regeermacht te geven. Ook vertegenwoordigers en aanhangers van KTPI Nieuwe Zijl, Partij voor Democratie en Ontwikkeling PDO, Nieuw Suriname en de groep Jojo waren aanwezig op de massameeting. Deze partijen hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gele partij. Brunswijk verduidelijkte dat zijn partij zich bijzonder wil gaan inzetten voor het betaalbaar maken van het onderwijs. De ABAP-kon en makkelijk, dat gaan we ook afrekenen met betalen van onderwijs. Onderwijs onai paimon. Juist wat stimuleren onderwijs. Juist wat paifie guasco. Wat gimonia. Studenten. Moet je zo ondersteunen van Gonesco, dat ik was komen vrij. En aan Manitampoja, aan Tijutaki, aan Tweede Sanzaudo, dat na alle onderwijs vanaf lagere school, jij pijn aan boeken kerkmo, jij pijn aan Sanmo, jij pijn te zien, jij pijn mo, jij was ik ook, zolang je wanneer. En we moeten verplicht. Brunswijk is ervan overtuigd dat hij samen met de partners het land zal overnemen. Partijtopper Marine Spee stelt dat de ABAP heeft bijgedragen aan de vooruitgang van Suriname. One day in a mass centrum, omdat we een balans in een nationale assemblee. Je vergeet dat 20, 25 of 15 jaar geleden was het een elitaire grap. Hoe met de cap. Dus de politiek Suriname en u was heel ver. En wie is zorgutaki? We decross bijna u. Wie is zorgutaki? En Lukumasra Brunswijk. Soms vraag je jezelf af, is hij nog de vicepresident? Want hij is overal en met ieder. Punt 3. Voorkomen van monopolitieke regering. Waar regering zijn wande en een bepaal en aden staat vernietigd konden. Terwijl even lukken abob, abob een zorg of balans. En we sabi dat als een stoorde man, wat een vastvader van tjara konden, ruimte nog de gipoti wan. Bij benadrukt dat de ontwikkeling van het platteland serieus wordt genomen. Hij vindt dat dit voortgang moet genieten.